Hallo kijkers van Shinesprite, wat een gloednieuwe aflevering van Harry Potter Generations. De geheime kamer is het ook niet. Nee, ik was bijna de geheime kamer. Ja, wel bijna inderdaad. Ja, bijna. Hermeline, waarom rij jij nog steeds door? Je hebt het boek neergelegd. Omdat Hermeline een bitta is. Ja, dat kan. En nog wel eens een hele vuile bitta. Milan, er is ook als het feit deze game kunnen beëindigen vandaag, want ik mag... Mag je naar Pluisje? Niet naar Pluisje? Ik mag naar Pluisje. Hoe kom ik ook weer bij de leraren eigenlijk? Hoe werkt dat? Ik zat ook weer even rond. Alleen, ja, ronde, ja. Moet je gewoon rondvolgen, dan kom je er wel. Ronald Wemel! Hoe durf je de auto te stelen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Ja. Wat zijn jullie drie van plan? We willen professor Perkamentus spreken. Professor Perkamentus spreken? Zo, is Nicolas van Mel 666 jaar oud? Professor Perkamentus is net weg. Hij kreeg een dringende uil van het ministerie van Toverkunst en is direct naar Londen gevlogen. Hij is weg? Ja, meneer Potter. Weg. En gaat u nu ook maar. Tot ja, ziens. Harry, dan komt hij terug. Ja, we mogen het luikje door. We gaan een sluipje in slaap brengen. Sluipje? Hoe gaan wij Pluisje trouwens in slaap brengen? Met een of andere fluit van Harige Ingrid. Ja, maar die fluit heb ik niet. Oh ja, dan mag jij dus niet door. Tenminste, ik heb geen fluit gekregen van Harige Ingrid. Is niet de volgende quest, ga naar Harige Ingrid voor een fluit. Ik ga naar de derde verdieping en zoek het luik. Milan, hoe kan het dat jij 5 punten meer hebt dan ik? Omdat ik een Harry Potter meester ben en ik geen valsspeler ben. Tja! Nou, jij vraagt me naar, ik geef antwoord. Zo ja, okay. Is het. Ja, oké, fair enough. Kijk, ik moest naar de derde, toch? Nee, de zevende. Dan hoef ik net vandaan, slimmerik. Nee, het was de vierde. Leugens. Oh. Hoe durf je tegen mij te liegen? Ik ben verschrikkelijk woedend. Oh, nee. Waar is Ronnie Pony? Okay, hey, Ronnie Pony. Is dit ook echt zo'n Pokémon Center? Wat? Ja, ik moet even healen. Ik heb het weken geleden uit de piep gehaald. Kijk, Emily. Nee, dit is voor mij dus ook. Nicolas Flamel is de enige bekende. Maar nee, er is hier geen Pokémon Center. Verdomme. Allemachtig, lezen jullie echt nooit iets? Hier, zeg, want mijn litteken is ook niet zo heel te vol meer. De maker van de steen der wijzen. De maker van de steen der wijzen. Ja, van de philosopher's stone. Het metaal in puur goud en produceert het levenselixer. Dat maakt het. Oké, ik ga hier spijt van krijgen. Onsterfelijk? Dat je niet doodgaat. Onsterfelijk? De enige steen die op dit moment bestaat is van Nicolas Flamel, de bekende alchemist. Hij heeft pas zijn 665ste verjaardag gevierd. Daarom konden we Flamel niet vinden in dat overzicht van recente ontwikkelingen in de toverkunst. Als je 665 bent, dan kun je niet meer, hè? Dat is wat Pluisje bewaakt. Zie je toch niet? Wat? De steen der wijzen. Hoef je dat hele Pluisje gebeuren niet te doen, hoor. Nee, kijk maar eens. Maakt en waar je onsterfelijk van wordt. Daarom wil Snape hem zo graag hebben. Pluisje is gewoon wakker. Hij wil de steen van Voldemort. Alleen we zitten al boven het luik. Wordt Voldemort weer sterk. En dan? Ik ben boos. Dan komt hij terug. Doei. Wat moeten we doen? We gaan het luik door. Vannacht. Nou, als het dan echt moet, volg me naar de derde verdieping. En nu gaan we allemaal dood. We zijn door het luik gevallen. Woe. Goed. Nu is het incendio op planten. Ja, oh, dat is toch zo leuk. Lieg niet. Nee. Nee, ik was meer sarcastisch. Ah. Hoe komt het dat we nu niet worden tegengehouden? Oh, dat zal me weer niet verbazen. Duivelstrik, oh nee. Niet duivelstrik. Daar strik je de duivel mee. Zo. Ze heeft je helemaal niks verteld over duivelstrik.
King al 1500 keer verslagen, joh. Ik weet ondertussen wel hoe Incendio werkt. Nee, dat weet je niet. Oh, hij is een stuk groter. Oh, inderdaad. Oh, ik heb hier zo geen zin in, maten en matinnen. Oeh. Gratis kistje? I love me some gratis kistje. Oeh, een pak met tovenaarskaarten? Een pak tovenaarskaart. Lekker. Nee, dit is Flipendo! Ik moet deze hebben! Defendo. Defendio. Defendo. En nee, dat is weer Flipendo. Huh? Ik deed Flipendo, maar onderzoek zet niks zijn bek in de fik. Deed toch geen Flipendo. Ja, ik weet het allemaal niet meer hoor. Het gaat allemaal zo vreemd hier. Ik snap het wel. Er gebeuren vreemde dingen hier, Milan. Er gebeuren vreemde dingen hier. Hoe ga ik die plant ooit verslaan met zo weinig HP? Dat is een hele goeie. Hallo, waarom mag ik die plant niet raken? Wat is dit? Een Harry Potter meester moet zijn voor het raken van die plant. Hij ligt te snurken. Ai. Sleep is al langs plaatsje gekomen. Wacht, ik hoor een kikker. Dus als jullie nog terug willen... Oh, er zijn chickens? Nee. Ja, dus, ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Ik ga eerst. Blijf hier totdat ik een teken geef. Als er iets ergs gebeurt, ga je er meteen vandoor. Wacht, wat? Harry, dit is niet het moment om te gaan zuipen, jongen! Jawel. Nee, hij nam het flesje van vergif tegen gewone vergiffen. Hey. Getver, wat is dit voor vies spul? En dan kwam die plant beet mij. Hey, don't you... En Incendio! Vanilla bro! Incendio! Ik heb hem dood. Oh, ik niet. Oh, Hermelien kan ook Incendio, alleen zij doet er een raar hopje bij. Ja, dat is super effectief, zie je dat? Dat rare hopje. Ja, zij one-shot hem namelijk. Lekker, man. Waar ben je? Hier, Harry. Geen paniek, Ron. We komen je bevrijden. Geen paniek, Ron. We komen je bevrijden. Bemoei je er dus even niet mee, Harry. Laat hem lekker doodgaan. Zo. Dat is een hele troost. Hou je mond. Dit is maar Ronnie Pony. Oh, het is maar haar toekomstige vriend. Duivelstrik. Zij professor Stronk ook alweer. Oh nee, nou krijgen we dit weer. In de zon. Oh ja, natuurlijk. Je moet een defender. Oh ja, natuurlijk. Je moet defender gebruiken van de tentakels af te komen. Dan een Incendio. Neem jij die kant, dan neem ik deze. Ik zei, ik mag weer gaan vliegen. Oh, cool. Kill! Defendo! 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 Nou, Harry, ga eens vliegen, jongen. Oh jee. Incendio! Ik heb spijt. Waar stuurt de game mij heen? Ik kijk helemaal niet dat dit stuk zo groot was. Sinds wanneer zijn sleutels onzichtbaar? Defendo! Oh jee. Ik heb hier toch niet echt de motivatie voor. Heb ik hem al? Nee. Defendo! Maar je gaat me vertellen dat ik hem nou al heb. Oké. Okay. Defendo! Defendo! Houd die deur open! Dank je. Zo, dat ging tot mijn verbazing heel erg snel. Defendo! 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 Oh, die kikker ligt daar! Defendo! 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 Incendio! Nou, gaat alles goed met Ronnie Pony? Helaas wel. Defendo. Hij ligt er hartstikke dood. Yeah. Defendo.
En wij komen naar binnen gelopen, Ron ligt daar dood. Lekker. Oh nee, als ik iets niet kan, is het wel schaken! Oeh, misschien is het mijn moment om jou in te halen! Hoezo moet ik op het... Defendo! Defendo! Oké, fijn dat ik ook... Oh, zo wissel je, oké. Defendo! Defendo! Waarom? Juist. Defendo! Oké, jij naar... Defendo! En paard, wij gaan de tango dansen. Defendo! Defendo! Incendio! Oh jee. Defendo! Dit gaat helemaal niet goed! Dat is mooi. Defendo. Moeten de inhaal doen. Defendo. Dan moet ik zeggen dat deze battle ook niet heel ideaal gaat voor mij. Defendo. Slat hem! Defendo. Defendo. Hallo. Defendo. Oh, je bent vergiftigd. Ja, ik zie je. Incendio. Oh nee. You're losing? Ja, en hoe? Lekker. Jezus Christus, man. Hoezo kan ik daar niet heen? Wat ben je? Dank ik ben je zwart. Niks. Ja, dat snap ik, maar welk stuk? Zo gepiept. Het paard. Nee, dan kon je daar niet heen. Nou, kunnen jullie me gewoon elkaar een tik verkopen of zo? Never! Maak Ronnie Pony af! Ronnie, ik ben Harry, hè, Maar Ron zit normaal op het paard. Ja, Ron ligt... Ik kijk eens even onderin, Ron ligt daar dood. Vriend? Dan heb je dus het game uitgespeeld, denk ik. Oh. Ik moet zeggen, Ron ligt hartstikke dood. Dat is gewoon een kans voor mij! Ja! Hallo, Amora. Nou... Het was toch te proberen. Wat moeten we nu doen? We moeten zoeken naar een grote. Je moet je bek dicht houden, Meloni Pony. Oh, you dead. Die daar, met die glinsterende blauwe vleugels. God, wat een... Ja, no shit, Harry! Ik dacht dat ik er was. Oké, daar gaan we weer. Door ik naar B2. Jij ook naar achter. Paard naar C1. Mooi, die kan ik zo meteen helemaal diep zien slaan. Echt, waarom hebben hun 6 stukjes en ik maar 3? Ik vind het niet eerlijk. Ik sla je helemaal de tyfus in. Nee. Hier. Jettee. Oké. Jij deze kant op. Oké, en dan gaan we met het paardje weer naar D1. Nee, ik had het trouwens verkeerd gezien. De rode stukjes zijn, dan kun je een stukje mappen. Oké, ik kan als het goed is zo meteen 2 vliegen met 1 zet slaan. Dat is wel leuk. Hoop ik. Oké, koning, slak, die mag hier kapot. Snel! Klaar. Jeetee! Deze aflevering duurt nog 5,5 minuut, restaurantje. Oh jee. Pion naar F3. Ja, Harry, wij gaan naar E1. Dus ja, ik ben die alleen wel kwijt, helaas.
Waar is Ron? Ja, ik snap alleen geen zak van toverschaak. Het is een schaakuitdaging. Het is zelf als gewoon schaak, dan weet je dat. Nee, want de koning is namelijk al kapot. Die moeten we samen oplossen. Oké, okay, dat slaat inderdaad nergens op. Dat slaat inderdaad nergens op. Nee, daarom vind ik het dus een beetje vreemd. Want de koning van mijn, van de AI, zeg maar, die staat er nog. Hij redt het wel. Maar die van mij is gewoon kapot. Waar zou hij mee bezig zijn geweest voordat hij... Ik denk dat we alle witte stukken moeten slaan. Jonna E3. Slaat hem kapot. Voorzichtig, Harry. Voorzichtig, Harry. Blijkbaar speel jij met zwart. Oké, dan gaan wij deze kant op. Volgens mij kun je altijd van gedachten veranderen en een ander stuk verplaatsen. Als je zeker weet welk waarom stuk ga jij naar achter? Welk veld wilt verplaatsen, maak je... Nee, mijn... Ik ga het proberen. Je pion. Mijn pion! Harry, slat hem! Slat hem kapot! Goed zo, Harry. Ja, kom maar. Wacht. Kom maar, je mag gewoon meerdere stukken verplaatsen. Kom maar, ja, je mag ze alle drie verzetten. Wat? Jatee! Wacht, wat voor stuk is dit? Dit? Huh? Dat jij zo wil winnen, inderdaad. Ik heb het gehaald. Yes! En ik kan helemaal niet schaken. Huh? Maar dat moet helemaal niet kunnen. Nee, dat bedoel ik dus. Hij slaat het kapot terwijl het helemaal niet kan. Wat is dit voor een spel? Ja, nee, snap je nu mijn verwarring? Ja. Yeah. Zo, ik ga even bijbabbelen met Voldemort ondertussen. Doe jij lekker je ding? Ik ga even bijbabbelen met hem. Paard naar D3. Kom op. Game, laat door! Never! Oh, hi Voldy. Ja. Voldemort. Dit is echt zo'n bullshit. What the fuck gebeurt hier dan? En Milan mag wat opnieuw gaan doen. Oh, ik krijg allemaal winning. Nee, dat is niet waar. Wat is dit voor een onzinning? Onzinning! We hoorden ineens wel heel goed praten voor ons totteraar. Dat is de laatste battle, toch, waar jij nu bent? Ja. Zullen we dan gewoon dit een XXL aflevering maken, dat we gewoon totdat er iemand finisht? Ik vind het helemaal goed. Oh nee! Oh, ze zijn nou groen, hè? Ze zijn geüpgraded! Ze zijn geüpgraded, ze zijn nu groen! En ze... Ja. Oh jee. Geef mij Lumos. Geef... Hey, hallo, moet dat weer gelijk zo onvriendelijk weer gelijk met dood, die jongen? Zeker, Rain. Geef mij die kikkers. Hey. Krinkel, hou even je mond. Lekker, Krinkeling. Maak hem af, Ing. Koning naar C4. Koning naar baby. Oh, wij hebben wel een koning staan. Ja, maar die kunnen ze vreemd genoeg wel doodmappen. Pion naar. Ja, denk toch eventjes van niet. Terug, allebei. Oeh. Ik zei terug. Jij ook. Ah, foei, bibber. Paard naar F3. Daar zag ik. Oh, dit gaat helemaal niet goed. Het is ik tegen 4 wolven, dat gaat toch niet goed? Koning naar ja, hup, als je nou eens een keer, als er nou eens eentje doodgaat of zo, hè? Ja, hier, ik vraag het en dan gaat er gewoon één dood. Wat een lekkering. Gunst! Wat een gunst is het dan ook. Oh jee, Voldemort gaat iets doen. Oh, kom op! Hij respawnt ze gewoon! Lekker, Foley. Oh,
Wat een onzin. Wat een valse spelerij weer. Is het toevallig een paddymoord? Denk het. Hij respawnt hem, man. Dat kan toen niet, dit. Hey, ik heb er nou weer een dood. Zeg, als jij dat schild weer laat verdwijnen, hè? Ja, maar wat? Dit is toch niet eerlijk? Hij respawns en hun health regenerate gewoon. Lekker vol, die. Oh, ik kan hem gewoon hitten! Af, alle drie. Woef. Ja, maar met welke spreuk heb ik hem geraakt eigenlijk? Met dat had ik gedaan. Oh, wel. Ja. Hallo, wolven, val even niet met mij met z'n allen vieren tegelijk aan. Hier, want dan zeg ik gewoon af tegen jullie allemaal. Ik heb er weer eentje dood. Ik ga eens kijken hoe ik hem... Ik heb het nu twee dood zelfs. Vol die laat de schild zakken. Ik wil weten hoe ik jou kan hitten. Ik kan Snape misschien wel een tijdje tegenhouden, maar uiteindelijk wint hij toch van mij. Je bent een geweldige tovenaar, Harry Potter. Je bent een geweldige tovenaar, Harry Potter. Ik? Boeken en slimheid. Ik ben inderdaad een geweldige tovenaar, Hermeline. Vriendschap en moed. Daar is niks aan geloven. Oh, Harry, kijk je wel uit. Oeh, deed je gewoon Flipendo? Ja, ik deed Flipendo op Voldemort. Alleen het ding is, het heeft geen enkele zin. Want als hij dat monster aan het respawnen is, dan heb je geen kans meer. En ik ben You're dood. Dead. Dat betekent dat we gelijk staan. Kabooming. Oh ja, tuurlijk. En ik heb nu minder health. Maar Snape, hij was toch? Nee. Lijkt geknipt voor die rol, hè? Fijn, er zijn hier geen kikkers, dus je moet het gewoon op goed geluk moet je het dan voor elkaar krijgen. Ja, maar jij kan dat. Jij bent een Harry Potter meester. Oh nee, jij bent geen Harry Potter meester. Probeer de Snape bedankt, te vermoorden. Graag. Nee, lieve jongen. Dat was ik. En geloof me, als het oog... Yo, Voldy, als jij... Fijn, en ik ben alweer dood. Dan had ik het voor elkaar gekregen ook. Ondanks Snape. Dan hebben ze alle vier tegelijk. Allemaal terug. Maar ja, Snape is een optiewissen. Om je te redden. We zullen eens zien of je deze prachtige beest aan kunt. Het. Oké, okay, top. Ik heb nog één dood. Ik werd gewoon gespawned. Lumos. Je kan hem tegenhouden, alleen je moet het wel snel doen. Oh. Oeh, er zijn wel kikkers. Ja, bij jou wel, maar dan komt... Ik heb ze al gepakt, dus bij mij respawnen ze niet meer. Wat is leven? Ik heb nog een tovenaarsdrankje. Pak hem nou. Dit ene ding wel een beetje verdacht. Hij zegt, Voldemort zegt alleen eens op het moment dat hij jou raakt. Ja. Ei. Au. Nee. Oef, dood de jongen. Lumos. Oef.
Potter! Te langzaam, Potter! Lumos! Ah, dit is toch zo'n ellende. Moet je nagaan, Milan, dat hierna nog een fight komt, hè? Wat? Lumos! Fijn, en ik ben weer dood. Ja, je moet een opgeleide Flipendo op hem schieten. Lumos! Langzaam, Potter! Ik ben dead nu! Ja, Leroy, maar nu heb je ook geen kikkers. Huh? What the fuck? Ja, dat is wel echt een minpunt, joh. Want nou maken ze het alleen maar moeilijker voor je. Dode jongen! Lumos! Lumos! Oh, deze battle. Ja, dat bedoel ik. Het is wel een nek aan nek nu, dat is wel vet. Ja, dat wel. Hoezo beet hij mij? Hij zat in mijn Lumos en dat deed niks. Vol die, hou gewoon even. Sst. Lumos. Oh, ik heb er twee dood zelfs. Ja, maar... Oh, ik ben weer dood. Sorry. Ja, ik had het dus ook. Ik had twee wolven gedood en hem geraakt. En toen een of andere aanval van hun, die raakte mij, waardoor ik dood ging. Volgens mij is het doden van die honden alleen interessant om, zeg maar, zijn schild te kunnen... Ja, om hem te kunnen, zijn schildlaag te kunnen krijgen. Ja, want als hij schildlaag is en hij doet de spreuk die hij wil doen, dan heb je weer meteen een nieuwe wolf erbij. Ja. Nee. Ja, het is geen makkelijke fight. Dood, jongen. Lumos. Dat is het absoluut niet. Ja, maar... Oh, echt, wat een ellende. Lumos. Dood, jongen. Fijn, en ik ben al dood, bijna dood voordat ik überhaupt iets kon doen. Ja. Yeah. Lumos. Wat ik ga trouwens eens even iets proberen. Ik moet die nog wel hebben, maar dan... Serieus, dat drankje doet zo weinig voor je? Ja. Lumos. Ellende. Ik denk, probeer het eens met een drankje, maar dat ding brengt maar één litteken terug. Lumos. Goeie spul. Dood hem. Lumos. Te langzaam dat beest rent sneller als ik. Dood hem. Kut. Oh. Ja,
dat is echt een drama dit, want ze zijn sneller dan jou. Yep. Ja, maar dit slaat toch ook nergens op, joh. Hallo, ik sta net. Nou kom maar, want nou heb ik je. Nee. Lumos! Een dode jongen! Lumos! Oh jee. Kijk, als ze nou eens een keertje een kick-it drop zouden doen of zo, dan kom je een heel eind bij. Precies. Oh jee, ik heb er een dood. Shit, ik heb hem te laat geraakt. Had jij hem wel op tijd geraakt, Milan? Ja, ik heb hem nu volgens mij 3 of 4 keer geraakt of zo. Oh, oké. Wel een nieuwe gespand, maar ik heb er wel een paar keer geraakt. Hè? Lumos! Oh, zeg, lijkt erop dat jij er nog maar 3 hebt. Oh, je hebt er ook 4. Ja, ik heb er wel 4. Oh, kom. Ai, 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 ai. Lumos! Denk het of niet, Lumos! Okay. Slaat toch ook nergens op, joh. Beest op eraf, je draait je om en vervolgens mag meneer nog wel gewoon zijn avond doen. Shit, ik dacht dat ik hem zou hebben, nou. Oh, oh jee. Wat een gezeik. Geen trouw. Nee, dat kan niet, oké. Okay. Nee, oké, dat haal ik. Ik zat ineens te denken van, kan je die Darons niet in de fik steken? Maar dat gaat niet. Nee. Oh jee, ik heb er weer eentje dood. Dit is oneerlijk. Kut beest. Het wordt een XXL aflevering, boys and girls, totdat een van ons hem haalt. Ja. Wel een hele spannende finale van de eerste. Van de eerste game. Ja, zeg dat. Lumos! Terug. Lumos! Jij ook. Denk toch voor niet, Voldy. Nee. Kom, ik heb er nog maar 2. Oh! Okay. Maar het is nog niet af, of wel? Nee, je moet nou nog tegen hem. Nou, dat is nog iets te vroeg, Harry, dat we dat deze week hebben gewonnen. Zo, wat een prachtig gezicht. Oh,
Ja, daar heb je volgens mij het recht aan jezelf te danken, vriend. Wat deed hij? Ja, hij zegt, ik moet nu zo leven om te kunnen overleven. Ja, dat heeft hij zeker aan zichzelf te danken. Ja. Moeten we niet zoveel gruzelementen maken. Yep. Ja, wat gaan we doen? Oké, okay, mag ik wel elf terug? Never. Oh. Zijn er showkikkers toevallig? Alsjeblieft. Zijn die er? Oké, okay. Oh, ik wil zeggen, Voldemort staat te typozen. Hey, Voldemort speelt vals. Hij gebruikt Wingardium Leviosa. Die spreuk heb ik niet. Wow. Wat een mening. Zijn hier geen kikkers? Nee. Ik denk wel dat jij weer de halve, je halve balkje hield op het moment dat je... Ja, op het moment dat ik dood ga. Ja, kom maar. Huh? Hoe zat ik dat dan? Nou, maak me maar dood. We beginnen wel opnieuw. Ik ben dood. Pak hem. Hij gooide met stenen naar mijn hoofd toe, dus... Mag dat niet? Nee. Oh, dat wordt rennen, dit wordt rennen, dit wordt rennen, dit wordt rennen, dit wordt rennen. Hij gaat mijn steen gooien alweer. Voldemort, kun je even stoppen met steen gooien? Oké, ik zei terugkaatsen. Zo kon ik niet terugkaatsen. Pak hem. Ah, je moet er even mee wachten. Ja, kom maar. Oké, ik snap er echt de ballen niet van. Ik moet iets op hem terugschieten, maar ik weet niet hoe. Huh? Zo, die steen doet gewoon half balk. Oh, ja, okay, dat heb je met stenen. Ja, dat is goed spul. Kan ik niet gewoon dit doen? Oh, dat deed je helemaal niks. Lumos, een dode jongen. Moet ik dicht door... Oh, wacht. Nee, zo werkt... dat is het ook niet. Hoe weet ik dit? Magische poeder. Zee, ik zit gewoon in de fik te steken alles, maar niks raakt. En ik ben dood. Hé, hey, dat is gewoon beledigend. Ik ga dood en is echt, doe niet zo stom. Ik snap het wel. Yo, ga jij nog iets afvuren of... Oh, daar kom maar. Huh? Ren, Harry, hij gooit weer met stenen aan je kop. Ja, waarom moet ik... Dus de game zegt letterlijk terugkaatsen. Oef, te langzaam, Potter. Lumos. Ah, zo werkt het. Ik heb het door. Jammer. Lumos. En... Zo! Dat deed gewoon een kwart. Lumos. Oef, pak hem.
Hoezo mag hij nog wel met stenen gooien? Hij is een earthbender. Damn. Heeft hij een hele goede meester. Zeker. Tof, denk ik. Ja, ik denk het wel. Rennen, rennen, Harry, rennen, Harry. Echt als... Je hoeft maar geraakt te worden door een kiezeltje, je bent dood. Oh, ik wil... Oh, dat was te vroeg. Rennen! Nou, we naar de spiegel, Harry. We hebben de kracht van de spiegel nodig. Oké, het is nu letterlijk first hit wins. Nee, ik miste! Ja, hele enge magie is het mooi! Did you winning? Sterf, Quirrell. He did winning. Gefeliciteerd! Ja, maar ik moet doen. Ik moet nog naar de grote zaal. Ja, maar ik kan dat nooit erin halen. Nee, dat is waar. Lekker bezig, ging. Ja, zeker, ging. We gaan heel even naar jouw eindcutscene kijken. En dat allemaal vanwege één toverdrankje. Nippie diggie diggie. Good night. All around me are familiar your faces. Nou, Arie is dood. Ik leef nog, dus ik heb gewonnen. God dang it. Al die moeite voor niks. Precies. Of zoals een wijs man zegt. Dat jij zo wilt winnen. Inderdaad, dat is een heel wijs man. Dat je zo wil winnen. Ja. Of naar de grote zaal. Zonder held. Ja, nee, daarom zei ik al, first his wins. Het was letterlijk, als hij mij raakte, ben ik dood? Mocht ik hem raken, is hij dood. Oh, hype. Wacht. Wat? Ha, Hufflepuff laatste! Ja, maar wij hebben al gewonnen, Perky. Duurt lang. Ja. Ja, maar Perky Mantis, ik ben al eerste. Waarom moet ik die extra punten nog hebben? Hij wil jullie extra eerste maken. Ja. Juffrouw Hermody, Griffel, wegens gebruik van kille logica onder vuur. Zo ja, anders. Gryffindor, 10 punten. En ten derde, de heer Harry Potter wegens pure lef en uitzonderlijke moed, geef ik Gryffindor. 10 punten. Hij is schul in de filmversie, volgens mij meer. Ja, veel meer. Oké, op naar de grote zaal. Doe dat maar eens. Hallo, hij heeft net letterlijk vertaald hoe de punten ervoor staan. Pac-Man heeft letterlijk een seconde geleden gezegd dat we al eerste zijn. Lol. In ieder geval. Ja, op naar de grote zaal. Terwijl Mike naar de grote zaal gaat, wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van het eerste deel van de Harry Potter Generations. Het staat 1-0 voor Mike. Yes. Er zijn nog 7 games te gaan om van Mike te winnen. Ja. Hem kapot te maken. Ja, ik wil zeggen, ik denk dat je bij de vuurbeker... zeggen, dat gaat echt... Dat is echt gewoon verstand op nul en gewoon hopen dat je het goede pakt. Ja. Ja, precies. Ja, en in deel 2 en deel 3 heb ik wel heel veel zin in. En deel 4 niet zo. En deel 5, 6, 7 en 8 misschien wel.
Ja, ik wil zeggen, ik in deel 7, deel 1 niet zo. Oké. Want dat, dat is meer gewoon een shooter in plaats van een Harry Potter game. Ja, dat is waar. We gaan in ieder geval zien hoe dat gaat verlopen. Dit was een XXL aflevering, 3 kwartier lang uiteindelijk. Maar ja, we wisten niet dat we allebei zoveel moeite zouden hebben bij de laatste battle. Nee. Maar ja... wacht. Ja, Ron, houd de smoel dicht. Hij zegt elke keer hetzelfde. Ja. Goed. Bedankt voor het kijken van deze serie en deze aflevering. Ik moet wachten. Nee, dat we zeggen de game moet ook hem opslaan. Oké. Bedankt voor het kijken, adios amigos. Zo.